Toneelvereniging Souvenir de Mondrian bestaat dit jaar 50 jaar. Wij gingen een kijkje nemen welke voorstelling op 8 en 9 mei gespeeld gaat worden. Annie, waarom gekozen voor de voorstelling De Gijzelaar? Ik heb gekozen voor De Gijzelaar omdat de Souvenir de Mondrian altijd stukken speelt van bekende schrijvers. Liefst stukken die niet vaak worden gespeeld. En dit stuk van De Gijzelaar van Brandon Behan heeft alles in huis, ook voor een jubileumstuk. Zang, dans, komisch, verdrietig, ontroerend, van alles. En een prachtige tekst. In welke stad speelt dit zich af? Het speelt af in Dublin, want daar is Brandon Behan ook geboren. Is hij ook overleden, heeft heel lang in de gevangenis gezeten. Hij dronk iets te veel, daarom is hij zo vroeg gestorven. Heel jammer. In Dublin dus speelt het zich af in een hoerenkot, kun je eigenlijk zeggen, van de Ieren. Pet, denk jij echt dat ze hem op gaan hangen? Hem? Nou, dat zou hem goed doen. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, die jongen in Belfast. Heeft hij dan geen politieagent doodgeschoten? Morgen vroeg, dan hangt hij zo hoog als de dakkroot. Om een misverstand uit de weg te ruimen, zou ik het bijzonder op prijs stellen als je het woord kot en hoerenkost voor jezelf hield. Ik ben geen hoer. Doe iets, Sam, doe het, doe! Present, generaal. Als dat hetgene is wat u bedoelt geweest. Op de plaats, rust! Alle achting, my lady. Alles in orde, Patrick? Alles is in orde, generaal. Het kwartier is van alle ongerechtigheden gezuiverd. Goed, goed. De troepen komen er zo aan. Ja. Wat nu weer? Iets verschrikkelijks. Ja, wat is er? Iets verschrikkelijks. Die man is een Rus. Hé? Een wat? Een Rus! Nou, ja. En heeft die luizen nou zo? Nee, nog veel erger dan dat. Het is een communist. Een communist? Te oud, smerige bout. Hé, hé, ho, ho, ho. De enige reden waarom wij hier mensen buiten gooien, is als ze godverdomme geen geld bij hebben. Meester Pet! Het verbaast mij u zo op lastelijk verkeerd te horen gaan. Hé, heb je geld bij? Money, dollars! Donderen klinkt op zijn schal, dat wil iemand bekken zal. En Sharp Usual toe, heel Engeland naar de bliksem toe. Robert, is deze voorstelling bedoeld voor een bepaalde doelgroep? Eigenlijk is hij bedoeld voor een heel brede doelgroep, eigenlijk voor iedereen. Wij zeggen zelf vanaf 12 jaar, maar eigenlijk zou iedereen kunnen kijken. En ik denk dat hij ook deze voorstelling voor iedereen wat te bieden heeft. Ja. Waarom zou daar de jeugd naar moeten komen kijken of luisteren? Het is heel goed dat de jeugd ook zou komen kijken en luisteren. Omdat het thema, de IRA, dat op dit moment in deze wereld waarin we nu leven, dat thema nog steeds aan de orde is en terugkomt. En op deze manier krijg je een kijkje in de achterkamer van hoe dat allemaal achter de schermen werkt. Het is ondraaglijk! Ondraaglijk! Wat nu weer? Oh, wat nou weer? Die Melody! Weet u wat die uitspookt daar? Die camera aan de achterkant. Nee, wat zou die daar nou doen? Gof! Aan vrouwen geen gebrek, hè? In dit huis. Wat probeer jij mij wijs te maken? Ik probeer niks. Ik hoor ze steeds zingen. Ik hoor niks anders. Oh, wie zijn al deze lieve mensen? Nou, even voorstellen. Mr. Patrick. Mogen God uw ziel redden, broeder. Jezus lief. Miss Mac. Miss Gilchrist. Gilchrist!
Ja, ga maar door. Hou op met dansen. Robert, op welke data zijn de voorstellingen? Wij spelen op 8 en 9 mei in Theater Het Plein in Udenhout. Ja. En we hebben daarvoor gekozen omdat Udenhout bij Tilburg hoort. En wij binnen de Tilburgse grenzen moeten spelen, qua subsidie. En we hebben ook daarvoor gekozen omdat het theater wat groter is dan we gewend zijn. En wij ook meer publiek verwachten. Mm-hmm. En de accommodatie is uitstekend. Okay. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Ja, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. De verkoop is een week of twee geleden gestart. Kaarten kunnen besteld worden via onze site www.souvenirdemontagnard.nl. We zullen het ondertitelen. Oké. En daarna klik op afdeling toneel en dan verschijnt er een bestelformulier. En daar kun je de kaarten voor de specifieke avond bestellen.